allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige rechte. Het is inmiddels woensdag en de kerst is voorbij. En ik wil nog even een losse vlog maken over de tweede kerstdag. Wat ik allemaal gedaan heb en wat ik allemaal niet gedaan heb. Nou, ik heb niet veel gedaan. Tweede kerstdag, we zouden eigenlijk nog weggaan, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin meer in om weg te gaan. Ik heb tweede kerstdag ben ik lekker thuis geweest. En ik ben de tweede kerstdag thuis gebleven en ben niet meer weg geweest. En ik heb eigenlijk een beetje de hele dag een beetje lekker geluierd. Metro Simulator gespeeld. Ik heb s'avonds een stream opgenomen van Grand Theft Auto 5. En Ramon die was erbij. En was hartstikke gezellig. De twee livestreams van de eerste en de tweede kerstdag zijn nogal goed bevallen. Ik heb er een hele hoop abonnees heb ik erbij gekregen. En een hoop abonnees. En het is echt, vast wel weer leuk. En het gaat de goede kant uit. En Geronimo die zei nog van, ja, misschien kom je wel voor het begin van 2018 aan 200 abonnees. Nou ja, dat moet nog zien. Dat ligt niet aan mij, dat ligt aan jullie. Of dat jullie abonneren op mijn kanaal. Of niet, er zal in ieder geval wel weer van de week heel veel livestreams komen. En ik ga het zo de Dit Was 2017 opnemen. Daar ga ik dadelijk een begin mee maken. En dat moet ik nog eventjes doen. Er zal een hoop monteerwerk wezen, dus ik weet niet wanneer die vlog online komt. Maar die komt er binnenkort in ieder geval aan. Die zal ik ertussen plakken. En dan gaan we het wel zien. Dan gaan we het wel meemaken. Nou, ik heb ook nog een andere mededeling. Degene die het gisteren in mijn livestream gehoord hebben, die weten er al van. Er is een nieuw kanaal. Een nieuw YouTube kanaal is er. En daar moeten jullie even allemaal op abonneren. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Er is een soort nieuwe BV. Het is geen BV. Het is een ink geworden, een ink, maar incorporated en de website, of de website, de YouTube kanaal heet Dynamite Ink, Dynamite Ink. Ik denk niet meer dat het dit jaar wordt, want het is nog maar een paar dagen en dan is het alweer oud en nieuw. Ik denk dat we daar volgend jaar mee gaan beginnen. En dat is in ieder geval, gaat het in ieder geval erom dat het een kanaal wordt met verschillende leden. Abnormaal doet mee, Kevin. Joost doet mee van Gewoon Joost. En ikke. En mijn opzet is eigenlijk dat het een kanaal wordt met, hoe moet ik het uitleggen? Iedereen gaat daar een video plaatsen. We hebben ook onze eigen kanaal hebben we. Ons eigen kanaaltje hebben we. Iedereen heeft zijn eigen kanaal. Maar dit wordt een gemeenschappelijk kanaal van Gewoon Joost, Kevin en ik. En ik heb eigenlijk het idee om er een soort, een beetje een soort dagelijks HD van te maken, maar dan anders. Maar in ieder geval dat iedereen een video plaatst. De ene doet het op maandag, de andere op woensdag en de andere op donderdag. En zo wil ik het eigenlijk gaan doen. Voorlopig. Om mee te starten wil ik dus elke gebruiker van dat kanaal, Kevin, Joost en ik dus. En daar wil ik eigenlijk mee afspreken dan dat er elke week of elke één dag in de week dat daar een video op komt. Ik geef maar een voorbeeld. Ik bijvoorbeeld plaats het op maandag. Elke maandag komt er een video van mij dan op Dynamite Inc. Kevin die doet dat bijvoorbeeld op een woensdag.
En Joost op een vrijdag of zo. En dan hebben we alle drie hebben we dus dat we wekelijks één video posten. En met alle video's bijeen. We zitten nu momenteel op 3 zitten we momenteel. Dus dat zou dan 3 keer in de week zou er dan een video online komen. Het kan van alles zijn. Het kan een game wezen. Het kan een vlog wezen. Het kan een andere dagelijkse bezigheid van een lid zijn. Zo wil ik het eigenlijk gaan doen. Ik moet nog eventjes kijken of dat de heren... Ja, ik denk niet dat het gaat lukken om het nog deze week te doen. Want het is natuurlijk allemaal heel druk en hectisch allemaal. Het is bijna oud en nieuw. En ik denk niet echt dat er nog veel tijd voor is om dat deze week te doen. Dan moet ik even Kevin en Joost even lief aankijken. En ja, we moeten gewoon even bij elkaar komen. En dan, ja, dan moeten we dat even bespreken. Maar zo wil ik het eigenlijk gaan doen. Als we gewoon elke, als gewoon iedereen 1 video per week uploadt. Nou, dan hebben we al 3 video's in de week. Dus, 4 keer 3. Dus dan hebben we al in de 1 maand tijd komen er al aardig wat video's op dit kanaal te staan. Verder zal ook natuurlijk iedereen zijn eigen dagelijkse video of zijn eigen vlogskanaal bijhouden. Iedereen heeft natuurlijk ook een eigen kanaal en die moet ook gewoon draaiende blijven. Maar ja, dat is eigenlijk de gedachtegang eigenlijk erover. En de livestreams zal ik ook gewoon natuurlijk blijven doen op mijn kanaal natuurlijk. Maar het is een soort gemeenschappelijk kanaal is het. Van Joost, Kevin en mij. En die zullen dus dan dat posten. Nou, dat was dus Dynamite Inc. Ik hoop dat jullie ook abonneren op dat kanaal. Zeker de moeite waard. Wordt zeker leuk. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop dat de anderen het ook leuk vinden. En ook zin hebben om daaraan te gaan beginnen. Want het lijkt mij gewoon heel erg leuk. Ik heb het al een keer eerder in een andere vlog verteld. Toen heette het de Thuishaven. Heette het toen. Of de Homeflag. En ja, dat is eigenlijk toen niks geworden eigenlijk. Dus ik hoop dat dit een beter... ja, dat dit gewoon lukt. Dus tot zover even deze vlog. Ik en deze informatie allemaal over Dynamite Inc. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En we gaan wel zien wat het gaat worden. Nou, ik ga zo eventjes verder met de opnames. Ik ben bezig met de opname voor... dit was 2017. Ik wil een soort korte terugblik maken op wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Op mijn kanaal, het begin, de leuke dingen die ik dit jaar allemaal gedaan heb. En dat wil ik eigenlijk gaan plaatsen in een soort terugblik op 2017. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga deze video nog even snel uploaden. En dan ga ik eraan beginnen om de terugblik te maken op 2017. Een hoop informatie in deze vlog, maar ik denk ik zal het even melden, dat is misschien wel leuk. Vanavond is er ook weer gewoon een Grand Theft Auto 5 livestream natuurlijk. Ik ga vanavond gewoon weer even Grand Theft Auto'en. Want ik ben bijna zover dat alle missies allemaal gedaan zijn. Dus dan kan ik, hoef ik alleen nog maar geld te sparen en dan kan ik de nieuwe tank gaan kopen. Dus een nieuwe tank bij de laatste Doomsday... heist. Ik heb al 2 heisten gisteren gedaan. En ik hoef nog maar eentje. En dan krijg ik een soort korting. Dan hoef je 1 miljoen minder te betalen voor die tank. Dus ik probeer die laatste heist probeer ik ook te doen. Nou, tot zover even alle informatie en deze vlog. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Of grijs, of weet ik van wat voor kleur het is. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan zou ik zeggen, de groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.